Hey guys! We hebben al sinds een weekje ongeveer Jan Marktkraam, één kraampje. Kost 25 euro. Wij hebben de actie dat we 3 weken meedoen en 2 weken betalen. En ik ga er nu weer even naartoe om wat spulletjes uit te wisselen en af te prijzen. En ik ga jullie meenemen. Dit is wat ik nu zou meenemen. En hier nog wat kleertjes. Kijk, en je krijgt van hun van die stickerkaartjes, plakkers. Dan kun je zelf de prijs bepalen. Hallo, de tweede week is bijna om en in totaal hebben we dus 50 euro betaald voor 3 weken. Nou, hier zie je dus de app. Zoals je ziet hebben we 67 euro verdiend. En dit is vandaag. Je ziet hoeveel spulletjes je op een dag en dan hebt verkocht en hoeveel je per dag hebt ingenomen. En gedurende die hele periode. Dus we zitten nu op 67 euro, dus we hebben 17 euro verdiend. We hebben nog een week te gaan en ja, onze rotzooi, in ieder geval de spullen die we zelf niet meer nodig hebben, die zijn weg. Dus dat is ook wel fijn. Uiteindelijk kun je ervoor kiezen om de spulletjes zelf weer op te halen of je laat ze gewoon lekker staan. Hi, we zijn weer een weekje verder. We hebben nu 3 weken jouw marktkraam gehad. We hebben 2 weken betaald voor 3 weken. Dus... We hebben een televisie. Ja, we hebben hier een zieke en eentje die net uit bed is. Dus die doen ook even mee. We hebben voor 3 weken 50 euro betaald. Dat was een actie, hè? Wat ik al zei. 2 weken betalen, 3 weken in stand. En ik ga even vertellen wat nu de opbrengst is na al die tijd. We zitten dus nu op 91,70 euro. Dus we hebben zo'n 42 euro verdiend. En ja, ik moet zeggen, er zijn niet zo super veel spulletjes verkocht. De meneer in de winkel zei ook dat het best een rustige periode is. Dat er niet zoveel mensen langskomen. Dus moet je nagaan als je dit doet in een periode dat het wel druk is. Ik denk dat het in de zomer of richting de lente wel weer wat meer zal verkopen. Ik vond het leuk om te doen. Ik vond het ook leuk om... Gezondheid, meisje. Ik vond het ook leuk om 1 keer per week even er naartoe te gaan en wat spulletjes af te prijzen, wat nieuwe spulletjes er neer te leggen. Ook even rond te snuffelen in de andere kraampjes. Ik heb ook een armbandje gekocht en een t-shirtje. Dat hebben jullie gezien. Dus als je nog spullen hebt staan die je kwijt moet, dan is het zeker overwegen waard om dat bij jouw marktkraam te doen. Er zijn heel veel jouw marktkramen in Nederland, dus online kun je ook zien welke bij jou in de buurt ligt. Heel veel succes! Doei!